In deze laatste weekendmagazine van 2020 ontvangen wij twee bomenridders en leest Arie de Bruin een gedicht voor. Ivor Schurk praat ons bij over de energiearmoede. Dit en meer op deze vroege vrijdagochtend. Presentatie en gespreksleiding Gert-Jan Kleinpaste. Goedemorgen kijkers, luisteraars naar Weekend Magazine. De laatste Weekend Magazine alweer van 2020. En laat ik vandaag eens beginnen om ook een bedankje uit te spreken voordat ik dat aan het eind van de uitzending weer vergeet aan Hans de Bruin en Ilse Schrier, die altijd de techniek hier perfect regelen, waardoor wij door u gezien en gehoord kunnen worden. En ik wil, dat heb ik al een keer eerder gedaan in deze uitzending aan het eind, vier stagiaires heel erg bedanken die in een moeilijke tijd, onder moeilijke omstandigheden, vanuit het Da Vinci College bij ons stage lopen. Dus Charlotte, Ella, Elisa en Kim, reuze bedankt voor jullie inzet. Dan hebben we die mededelingen gehad. Vorige week had ik in de uitzending Nienke Blauw over de veiling voor Bamenda. En het leek mij leuk, gisteren is die veiling geweest. Ik heb gehoord dat de veilingmeester, de burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolf, het heel erg leuk en gezellig heeft aan elkaar gepraat en de items heeft verkocht. €2150 is er ingezameld voor Bamenda. Ik dacht, laat ik dat ook in deze uitzending nog heel even melden voordat wij gaan naar onze gasten van vandaag. We gaan het hebben over energiearmoede. We gaan het hebben over bomen in Dordrecht met bomenridders. En aan het eind van de uitzending komt Arie de Bruin iets vertellen over een expositie in het stadskantoor en over de gedichten die in dit boekje staan. Het nieuwe normaal, het zijn gedichtjes die een beetje een knipoog geven naar die rare tijd waar we in zaten en nog steeds in zitten rondom corona. Maar we beginnen vanochtend met energiearmoede. Je werd al aangekondigd als Ivor Schurk, dat is ook je Facebooknaam, maar je heet Schrouwen toch, hè? Ja, Ivor Schrouwen. Ja, Ivor, hartelijk welkom in Weekend Magazine. Dankjewel. Energiearmoede staat op de rol. Eigenlijk een groeiend probleem volgens mij, waaraan jij in ieder geval de nodige aandacht geeft. Maar kun je de kijkers, luisteraars even meenemen in dat begrip energiearmoede en wat dat zoal inhoudt? De definitie van energiearmoede is eigenlijk tweeledig. Dus het komt op neer dat je energie niet kan betalen. Dus eigenlijk als meer dan 10% van je inkomen naar je energierekening gaat. Of op het moment dat je, als je aankomt, dat je energierekening zo hoog wordt dat je maar niet meer stookt. Wat natuurlijk slecht is voor je huis en ook je lichaam, zeg maar. Daar ga je gewoon een onder door. En dat energie wordt natuurlijk steeds duurder. Dat is de beste manier om te zorgen dat we er minder van gebruiken. Alleen de groep aan de onderkant van de samenleving, economisch gezien, wordt daar natuurlijk het hardst door geraakt. Ja, nou las ik al iets van de woningbouwcorporatie Trivieren, die inderdaad ook die 10% hanteert van je besteedbaar inkomen, wat maximaal naar energie zou moeten gaan. En dat die ook merken in hun bestand dat een groeiend aandeel last heeft om binnen dat percentage te blijven. Heb jij cijfers of inzicht in hoeveel mensen in Dordrecht te kampen hebben met het probleem van energiearmoede? Nee, dit is eigenlijk ook in Engeland en in België zijn ze hier al langer mee bezig. Maar in Nederland is bijvoorbeeld ook nog geen consensus over moet je 10% aanhouden of 15%. Hoe kijk je ernaar? Zeg maar. Dus het begint echt nu pas. Zeg maar. Dat is natuurlijk gewoon onderdeel van de energietransitie. En ik denk ook dat corporaties er navenant veel last van hebben, omdat ze A, natuurlijk de doelgroep huisvesten, zeg maar. Mm-hmm. En B, een hoop woningen zijn ook niet zo geïsoleerd als dat je zou willen, zeg maar. Ja, dus dat schijnt altijd oplossing 1 te zijn. Dus isoleren, waardoor dat de benodigde energie... Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet te betalen. Ja, dus en die samenhang met de energietransitie, die triggert mij wel. Ik bedoel, ik weet nog, en wellicht weet John dat ook nog wel, want je bent lang in de politiek actief geweest, dat er altijd is gedacht dat de energielasten van je totale woonlast
een groter gedeelte zou gaan uitmaken. En dat zeg maar, je huur of je hypotheek geleidelijk zou dalen, waardoor die complete woonlasten in balans zouden blijven. Dat lijkt niet te gebeuren. Ik bedoel, nee, maar dat komt natuurlijk ook omdat we de huren voortdurend aan het opschroeven zijn. En met de lasten die de corporaties aan Den Haag moeten afdragen, de miljarden die vanuit de corporaties naar Den Haag toe gaan, dan kunnen de corporaties ook weinig voor hun huurders betekenen. Ja. Dat vind ik wel heel pijnlijk. Ja, dat er geld zou eigenlijk moeten worden besteed om die energietransitie mede vorm te geven. Ja, precies. En de leefbaarheid in de wijk op te vijzelen. Ja. Ja. Nou ben jij bezig als coördinator op het gebied van energiearmoede. Wat houdt die functie in en waar bestaat het takenpakket dan uit? Met Drechtse Stromen zitten we in een pilotproject van de provincie Zuid-Holland. Dus die hebben 10 initiatieven geselecteerd die ze steunen met middelen en met kennis en een stukje intervisie, zeg maar, best practices. Mm-hmm. En in Dordrecht hebben we ervoor gekozen. We hebben eigenlijk gekeken naar hoe de islamradicalisering is aangepakt in Nederland. Dus daar... Vind ik een opmerkelijke parallel, maar leg hem uit. Nee, er is eigenlijk besloten dat de doelgroep die zou radicaliseren, die bereik je het beste door met de mensen te werken die ze eigenlijk al bereiken. Dus de buurtwerkers, de jongerenwerkers, de woningbouwcorporaties die met de kwetsbaren in de samenleving die daar raakbaar voor zijn, zeg maar, mm-hmm, om die te bereiken. En dat geldt natuurlijk ook voor energiearmoede. Kijk, de Eneco of wij als Drechtse Stromen, zeg maar, dus met de energietransitiepet op, kunnen die mensen niet per se vinden. Alleen, als je kijkt naar het welzijnswerk, dus de Twerren, de Mee, de Voedselbank, zulke clubs, die hebben die mensen natuurlijk perfect in kaart. Alleen, zij zijn vaak niet op de hoogte van, wat is energiearmoede, wat kan je eraan doen, hoe kan je het herkennen? Dus we hebben een workshop herkennen energiearmoede ontwikkeld, zeg maar. En die geven we aan de ketenpartners, heten ze in ons model. Dus bij Divers zijn we geweest, bij Woonbron, bij Mee, bij Twent, Financieel Hulphuis, zulke clubs. En dat geven we dan en dan wijzen we 1 expert aan. Die kan ook extra cursussen krijgen via ons om als energiecoach of energieconcierge te worden opgeleid. En iedere organisatie krijgt in de pilot 5 vouchers. En een voucher is een huisbezoek met de buurtwerker, De welzijnswerker en iemand van Drechtse Stromen samen. Op dit moment alleen iemand van Drechtse Stromen, omdat je mag allemaal niet zoveel mensen thuis hebben. Ja. En dan gaan wij, wij gaan ervan uit dat zij prima in staat zijn om de doelgroep te herkennen. Dus we gaan geen checks doen met belastingpapieren of wat dan ook. Wij bellen op, we doen de gezondheidscheck, we vertellen even wat we komen doen. En dan gaan we er naartoe en dan hebben we eerst een half uur een gesprek over wooncomfort. Dus wat zouden we op korte termijn kunnen doen om het wooncomfort te verbeteren? Douche heel lang, wil je heel veel licht, stook je heel veel. En daarna doen we een uur een ronde door het huis heen met middelen. Dus we hebben tochtstrips bij, radiatorfolie, ledlampen, brievenbuskleppen. En die passen we meteen aan. We regelen de cv opnieuw in. En je ziet heel vaak dat een cv en een thermostaat slecht of niet zijn ingeregeld. Wat echt honderden euro's per jaar kan schelen. En daarna hebben we nog een half uur een gesprek over wat je er nog meer aan kan doen. Dus bijvoorbeeld, als jij graag de boel heel warm stookt, dan zeggen van je kan ook een trui aan doen en de kachel gaat lager zetten. Naast de tochtstrips die we geplakt hebben. En dan heb je er allemaal modellen in hoeveel geld het scheelt en hoeveel CO2 het scheelt. En daarna bellen we nog een keertje na. Dus dan help je de doelgroep direct. En je kan ook terugkoppelen van naar de welzijnspartners en de woningbouwcorporaties. Van jullie moeten echt wat doen aan dubbel glas. Of aan ventilatie. Wat je heel vaak ziet, is dat mensen heel hard gestoken en dan vervolgens de ramen openzetten omdat de ramen anders beslaan. Zeg maar. Dat is natuurlijk gewoon een ventilatieprobleem, wat vaak ook makkelijker op te lossen is dan een isolatieprobleem. Mm-hmm. En dit is de pilot en die loopt tot maart en die zijn ze nu aan het evalueren. En de bedoeling is dat we hem aan de tweede ronde van de Rijksregeling Energiereductie koppelen, zodat we in de regio veel meer huizen kunnen bezoeken vanaf april. En wat ontmoet je nou voor een reacties als je die huisbezoeken gaat afleggen? Ik bedoel, je gaf al het voorbeeld van je kunt iemand vertellen van zet die cv een graadje lager en doe een trui aan. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, dan maak ik het lekker zelf uit. Is er weerstand in aanvang of hoe gaan die gesprekken? Ben je welkom? Ja, want je hebt eigenlijk een warme overdracht vanaf de buurtwerker, zeg maar. Dus je gaat niet zomaar zeggen, laat me komen. Dus de buurtwerker heeft eigenlijk het vertrouwen van degene waar je op bezoek gaat al. Dus die gebruik je als kruiwagen om binnen te komen. En we hebben
Waar we de mensen mee langsturen met de opdracht is zeg maar van... Deze mensen krijgen heel veel mensen op zoek. Je mag geen huisdier hebben, je mag niet op vakantie, je mag niet uit eten. Je kan geen nieuwe kleding kopen. Dus wij komen ook niet met een, je mag niet zoveel energie verbruiken. We komen gewoon met een bespaarverhaal. En de insteek van terechtstroom is natuurlijk ook, wij willen geen geld besparen. Wij willen CO2 besparen. Dat is de doelstelling van terechtstromen. Dus dat is ook de boodschap waar we mee komen. En we komen ook niet van, je hebt energiearmoede. We komen echt met een verhaal van, we gaan jouw wooncomfort verbeteren. Want dat verbetert alles. Jouw wooncomfort verbetert en je uitgaven, maar dat is voor ons van secundair belang en ook in het model. En je bespaart CO2. Dus op die manier helpen we elkaar. Zeg maar dat is echt, en er zijn mensen eigenlijk heel, ja, mensen zijn heel blij. Kijk, ik weet niet of ze daadwerkelijk de kachel gaat lager gaan zetten, maar ze hebben in ieder geval die tochtstrip geplakt, zeg maar. Ja, dus er wordt geleidelijk aan gewerkt om dan dat wooncomfort te verbeteren. Lopen jullie nu ook vaak aan tegen zaken in de huizen die je dan binnenkomt, waarvan je denkt van ja, dit is dweilen met de kraan open. We hebben eigenlijk hele andere maatregelen nodig of we hebben een lijn nodig naar de woningcorporaties. Hoe ziet dat palet eruit? Wij werken heel goed samen met de woningcorporaties, dus we geven daar ook de workshop. Ze hebben ook de foutjes, zeg maar. Dat zeker met Woonbron hebben we heel goed contact. En ja, eigenlijk wat John net zei, is inderdaad ook met de verhuurdersheffing en het scheeftrekken en het welzijnswerk, wat vroeger ook gewoon gesteund werd door de woningcorporatie. Mm-hmm. Doordat het allemaal niet gebeurt, zij zien eigenlijk dezelfde problematiek van de kwaliteit van de woning. Kijk, soms sta je een tochtstrip te plakken tegen een deur waar nog enkel glas in zit. Ja, dat is natuurlijk... Dat koppelen we terug en we hopen eigenlijk ook dat de woningcorporaties en de energiebeweging zeg maar, naar Den Haag kan bewegen van hef desnoods die verhuurdersheffing en stort hem weer terug als verduurzamingsmiddelen. Zeg maar. Maak daar die koppeling tussen. Dat is denk ik de echte energietransitie. Wat wij doen is veel meer een stukje bewustwording. En ik denk ook dat in de energietransitie dat het veel meer een sociale beweging is dan een technische beweging. Dat terwijl de mensen die ermee bezig zijn het heel erg hebben over isolatiewaarde. En wij proberen met terechtstromen ook te zeggen van, je moet de hele bevolking meekrijgen als je die uitstoot, die CO2-besparing, echt wil doen. En daar vinden we dat dit aan bijdraagt. En we hopen dat er ook lobbykracht van uitgaat om meer te isoleren en minder te verbruiken. Ja, nou noem je al een aantal keren in jouw verhaal terechtstromen. Wat is precies hun positie en hun doel binnen dit hele proces? Ik bedoel, ik ken hen van de duurzame vormen van energie. Nee, dat is Drechtse Energie. Dus dat is Drechtse Energie. Dus je hebt twee clubs, je hebt Drechtse Energie en Drechtse Stromen. Dat is eigenlijk een broertje en een zusje, om het zo maar te zeggen. En Drechtse Stromen wekt alles energie duurzaam op. Drechtse Energie wekt alles duurzaam op. En Drechtse Stromen, die is echt van de bespaarmaatregelen. En dan is het... bewoners voor bewoners. Zeg maar. Dus we hebben heel veel vrijwilligers, die geven individueel advies, die geven blok voor blok advies. Dus als je met je hele straat energiemaatregelen inkoopt, dan krijg je tot 30-40% korting. En daar bemiddelen we in, daar adviseren we in. Het is een jungle daar, als je je huis wil laten isoleren. Dus daar proberen we ook onafhankelijk advies in te geven. En in het maatschappelijk middenveld proberen we de positie van expert in te nemen. Dus als je iets wil weten over energiereductie, kom naar ons toe. Dat is ook de rol die we proberen in te nemen richting de overheid. Dus op een positief kritische manier. Als de overheid zegt, we gaan 100 kilo CO2 besparen, dan zeggen we goed zo, maar waarom geen 150? Zeg maar. Dat is de rol die terechtstromen in wil nemen. Het is bijna verleidelijk om al een bruggetje te maken door te zeggen, je ziet hier in dit onderwerp af en toe door de bomen het bos niet. Maar, oh ja, dat zijn belangrijke vangers van CO2, niet waar? Absoluut. Ja, absoluut. Maar hoe helpen jullie nu om een groot deel van de mensen die gewoon echt worstelen met of energiearmoede of in ieder geval met de problematiek van besparen, wooncomfort, isoleren... Hoe help je hen op weg om te zorgen dat ze wel door de bomen het bos zien? Dat die veelheid aan informatie wat overzichtelijk wordt. Want voor een deel denk ik ook dat er wel... Er is heel veel mogelijk, maar het is ook heel onbekend vaak. Nee, dat klopt. Het is echt nog een nieuwe markt.
En je kan op trechtstroom.net kan je een afspraak maken met een energieadviseur. Dat kost volgens mij een tientje. En die komt dan met een CO2-scanner en een infrarood fototoestel. En die maakt dan een foto van je huis. Dat gaat vooral als het wat kouder is, gaat het goed. En dan zie je waar je energielekken zijn. En daar kan die op adviseren. En dat is gewoon advies van knal hier een peerplaat tegenaan of kit dit dicht. Tot met dit bedrijf hebben wij goede ervaringen op vloerisolatie of je kan geen tonzon doen, want je hebt last van muizen, zulke dingen. Maar ik ben gelukkig niet van de technische kant. Nee, je hebt het van de sociale kant. Ja, precies. Maar juist in die sociale kant zit mooi die link naar hoe krijg je dit onderwerp bij mensen tussen de oren, om dat maar zo uit te drukken. Ik denk dat de agendering op dit moment belangrijker is dan de besparing, omdat het natuurlijk ook gewoon een politiek probleem is uiteindelijk. Ik bedoel, Wat Tata uitstoot is natuurlijk niet te vergelijken met wat wij hier in Dordt bij de mensen in sociale huurwoningen kunnen besparen. Ja, en nou is jullie pilot is tot stand gekomen omdat de provincie daar geld voor over heeft en daar energie in steekt. Hoe is de relatie naar de lokale politiek? De relatie naar de lokale politiek is goed. We werken ook samen op bijvoorbeeld het RRE, de Rijksregeling, reductie energie. Nou goed, op de energiebespaar, de kleine bespaarmaatregelen, werken we ook samen met de energiecoaches en met een stuk voorlichting. En daar komt ook een nieuwe ronde van, waar we ook samen een plan voor hebben geschreven met onder andere de gemeente en het energieloket. En dat geldt eigenlijk voor de hele Drechtsteden. Wat je eigenlijk vooral merkt is dat na Parijs, dat is nu denk ik 5 jaar geleden. Ja, Parijs, dat akkoord ligt vijf jaar achter ons, ja. Ja, daar loop ik 5 jaar op achter dus. Maar, en je ziet eigenlijk wat er met de klimaattafels is gebeurd, dat er heel lang heel veel politiek gepraat is op alle lagen. En dat nu langzaamaan de budgetten vrijkomen die benodigd zijn, dus die besloten zijn. En dat daar heel erg in gezocht wordt van hoe vind je elkaar, welke partijen moeten elkaar vasthouden, welke partijen heb je wel nodig, welke partijen geven gas, welke partijen gaan achteruit hangen. En ik denk, het is heel dynamisch speelveld met een veelheid aan partijen op een veelheid aan lagen. Ook als je ziet dat wij alleen al met als clubje in de Drechtsteden te maken hebben met 5 of 6 gemeentes. En dan de provincie en rijksregelingen en de Europese middelen die er aankomen, waar je vaak een mix van financiering moet maken, omdat andere mensen er niet in geloven. Dat is Het politieke dier in mij vindt dat reuze interessant, maar wat betreft efficiëntie denk ik dat er grote geslagen gemaakt kunnen en moeten gaan worden, absoluut. Nou ja, ik heb soms het gevoel, Parijs ligt inderdaad 5 jaar achter ons en er wordt ongelooflijk veel gepraat. Er zijn die klimaattafels geweest en ook als ik jouw verhaal hoor, denk ik van, ik hoor in korte tijd langskomen een energieloket, energiecoaches, jullie club, allerlei mensen die er heel erg betrokken en heel erg begaan mee zijn. Maar hoe bereik je nou echt die man en die vrouw in dat huis waar wat moet gebeuren? Die daar werkelijk helemaal bijna lam geslagen door worden door al die informatie, denk ik dan. Hoe komt dat contact nou echt tot stand zodat ze meters kunnen maken? Ik denk dat het voor heel veel mensen een heel ver van je bed show is. Ik denk dat het ook heel makkelijk is om welke problematiek dan ook, behalve corona, te negeren, zeg maar. Dus ik denk dat het een van de weinige wereldproblemen is die wel, waar je wel gewoon op straat last van hebt. Zeg maar. Ik denk dat de rest in Nederland prima te negeren is. En dat heel veel mensen dat doen en die proberen we te bereiken via het jongerenwerk, via de woningbouwverenigingen, via de schuldhulpsanering. Want het gas gaat natuurlijk 1 januari gaat gas weer om, de prijs van het gas weer omhoog. Ja. En terecht, dan stoppen we nooit met Groningen leegpompen. En ik denk dat dan de mensen het gaan merken, pas als ze het in hun portemonnee merken en je komt met een manier om dat te verzachten, dat dan het verhaal begint te lopen. Maar ik denk dat het dan ook nog steeds om euro's gaat in plaats van om CO2. Ik denk ook dat pas als je de prijs van de CO2, wat eigenlijk al gebeurd is, koppelt aan de prijs van de euro's, dat je dan pas effect gaat zien in hoe de samenleving is ingericht. Ja, ik bedoel, zou je die koppeling maken, dan denk ik dat je jullie doelgroep nog harder treft. Ik bedoel, dat
Dat is natuurlijk het vervelende. Dat is net zoals dat je, als je vlieger duurder maakt. Ik denk dat heel veel mensen gewoon nog steeds de wereld omgaan. Maar dat mensen niet meer naar Griekenland gaan of naar Spanje. Ja, want nou ja, je vindt plaatsen. Voedselbank noemde je in het begin van het gesprek. Schuldhulpsanering. Dus je hebt het echt over mensen die heel veel problemen al hebben. En dan krijgen ze dit probleem er gratis bij. Ja, ik denk dat is hoe we de maatschappij. Ik word er heel verdrietig van, maar ik denk wel dat is hoe we de maatschappij hebben ingericht. Doordat alles om geld gaat. En als je dat tekort komt, dat het daarop neerkomt. En dat dat samenhangt met. Kijk, als ik een huis wil, dan kijk ik of er een school dichtbij is, of er een park dichtbij is, of mijn vrienden in de buurt wonen. Als mensen die een sociale huurwoning een huis zoeken, dan kijken ze naar welke het goedkoopste is. Ja. En dat is vaak niet de woning, en wat nu daar ook nog meespeelt met alle problematiek die erbij komt met slechte scholen, vervelende buren, weinig, nou ja, waar John straks over gaat hebben, over als je hier kijkt, het gebrek aan bomen in een wijk als de Vogelbuurt is echt heel kwalijk, wat daar aan hittestress en wateroverlast, wat daar gewoon direct mee samenhangt. En dat zijn natuurlijk ook gewoon slecht geïsoleerde huizen, dus je lijkt in eerste instantie goedkoopst uit te zijn, maar ja, je huurprijzen, de complete woonlasten zijn veel hoger en ook je levensverwachting is lager. Het is, ik hoop dat wij daar met de rechtstroom iets aan bij kunnen dragen. Ja, nee, dat hoop ik ook van harte uiteraard. Heb jij, want je bent nu een aantal maanden met dit project bezig, ook al iets van een wens of een aanbeveling van wat de lokale politiek zou kunnen doen om of jouw werk makkelijker te maken of om echt iets te doen voor de doelgroep die jij bedient? Vanuit de rechtse stromen denk ik dat, en ik heb goed contacten met de gemeente, hoop ik dat vooral het herkennen van de energiearmoede, dus de workshop die we voor de professionals hebben ontwikkeld, dat ze ons helpen om die vaker te geven. En dan het liefst als de lockdown weer wat minder is, want die werkt gewoon veel beter in een ruimte met interactie. Omdat wat je merkt is dat het is ook niet iets waar je in de kantine op je werk over praat. Over de peerplaten die je hebt geïnstalleerd of over de CO2 die je bespaard hebt. Het is geen sexy onderwerp. Nee, het is niet sexy, het is niet hip. Ik merk dat bijvoorbeeld als we zaten bij een welzijnsinstelling en er zat één iemand en die bleek zijn hele huis nul op de meter te hebben met zonnepanelen en 3 dubbel dik glas en zijn collega, waar hij iedere dag mee samenwerkte, die woonde all-in, zeg maar. Dus die betaalde een vast bedrag, huur en energie tegelijk. Mm-hmm. En die had de kachel altijd maar aanstaan. En die werkte iedere dag samen. Die hadden die informatie nog nooit uitgewisseld. Terwijl dat in de bewustwording van de problematiek heel belangrijk is. Ja. Ik snap het wel, die mensen die worden super overvraagd met wat ze allemaal moeten weten. En ieder probleem komt natuurlijk uiteindelijk daar langs. Maar ik denk ook dat het daar begint en dat. Ja, je zou dus dat gesprek ook gewoon vaker op onverwachte plekken moeten voeren. Ja, ik denk dat zeker bij de ketenpartners, dus de mensen die bij de doelgroep komen, als die er bewust van zijn, als die het regelmatig te sprake brengen, dan wordt het op een gegeven moment ook een standaard. Het moet deel gaan uitmaken van het vocabulair en van de discussie. En dan niet de discussie bij de talkshows, maar de discussie op straat. Ja, en nu zei je al in het gesprek van er wordt een evaluatie gehouden van deze pilot. Hoe gaat de toekomst voor dit initiatief eruit zien? Wat gaat 2021 jou en jouw doelgroep brengen? Nou, de gemeente heeft de nieuwe RRE-regeling aangevraagd die meer gericht is op huurwoningen. Dus de eerste was enkel gericht op koopwoningen. En daar hebben we de boel, dus die komt begin januari. En daar willen we heel graag samen in optrekken om met de gemeentes en het Rijk en ook de provincie heeft aangegeven dat ze nu ronde onderzoeken. Dus we doen nu 50 huizen als pilot. Van wat haal je op, zitten die mensen op te wachten? Dat is, we hebben er nu 15 of 20 gehad. Mm-hmm. En dat is over het algemeen positief van zowel de ketenpartners als de bewoners. En dan hopen we in te zetten op veel meer huizen. Dus ik zou het heel mooi vinden om in 2021 1000 huizen te bezoeken in Dordrecht. Ja, dat lijkt me ook heel mooi. Ik heb nog niets gelezen over een huis wat al bezocht is, waar al maatregelen genomen zijn. Terwijl ik denk van,
dat zou ook heel erg helpen om het zichtbaar te maken. Dus ik hoop binnenkort dan toch ergens in AD de Dordtenaar of anderszins wat te lezen over het goede werk wat jullie daarin doen. Om maar bij die 1000 huizen te gaan komen. In ieder geval heel erg bedankt hiervoor dat jij energiearmoede hier aandacht hebt willen geven. En dat onze kijkers en luisteraars in ieder geval iets van dit onderwerp hebben meegekregen. Ik ga jou een klein kerstpresentje doen. Ik heb een aantal boekjes van Arie de Bruin bij me die straks in de uitzending komt. Ik geef jou er één mee. En bedankt voor je komst. Was super, dankjewel. Fijne dag verder. Tot ziens, fijne dag. Dan gaan wij door naar Bomenridders. John Steeg schuift aan. Willem Anker schuift aan. Een paar dagen geleden was het nog maar volgens mij dat ik in AD de Dordtenaar ineens het verhaal las dat Dordrecht Bomenridders heeft tegenwoordig. Ja, we hebben inderdaad de Bomenridders Dordt opgericht. Dat is overigens een dochtergezelschap van de Bomenridders Rotterdam. Wij liften graag mee met de kennis die er in Rotterdam al op dit gebied ontwikkeld is. Want we zijn nog maar net begonnen. We zijn een heel klein gezelschap. We werden ook nogal getriggerd door twee dingen. Enerzijds dat de gemeente Dordrecht een of andere internationale award op dit gebied heeft verworven. Wat onze verbazing nogal wekte. Want, zijn ze zo goed om? Nou, dat beeld hadden we nog niet zo. En anderzijds... Ik heb iets gelezen over die award, maar ik ben de naam van die award al lang weer kwijt. Ik ook. Ik heb ook geen opgepoetste beker op het stadskantoor zien staan. Ja. Het was een award omdat we iets goeds doen met bomen in Dordrecht. Ja, ik heb me daar verder ook niet zo vreselijk in verdiept. Want ja, awards. We stikken tegenwoordig van de awards op allerhande terreinen. Het is echt een inflatie van dat soort dingen. Maar goed, als de gemeente Dordrecht dingen goed doet op dat gebied, mogen ze daar ook heus wel krediet voor krijgen. Dat vinden wij natuurlijk als Bomenridders ook. Alleen wij zien nogal wat ontwikkelingen in de stad die daar, nou laten we zeggen, niet helemaal mee sporen. Mm-hmm. En een van de, dat was mijn tweede punt, een van de dingen waar we dat echt bij merken is, we hebben een bouwopgave in deze stad. De gemeente heeft zichzelf een bouwopgave opgelegd van 10.000 extra woningen. Waarvan 4.000 tussen nu en 2030. Die huizen moeten dan ergens komen te staan. En onze ervaring is inmiddels dat als je dan ergens begint te bouwen of te verbouwen, dat dan de aannemer zegt van ja, maar die boom staat in de weg. En dan zegt de gemeente niet tegen die aannemer, zorg ervoor dat je om die boom heen kunt werken. We vinden het eigenlijk wel goed dat je hem kapt. En dat gaat dan vaak over volwassen, gezonde bomen. Mm-hmm. Ja, we moeten juist in tegendeel veel meer bomen in deze stad krijgen. En dus niet te beginnen bij de bouw met het kappen van bomen. Nee, kappen met kappen. Dat moeten we doen. Ja, ik ga heel even naar de andere kant. Welkom Willem. Wat maakte nou dat jij je aangetrokken voelde tot Bomenridders en dacht van daar zet ik mijn schouders onder? Oh, dat heeft een hele lange geschiedenis. Dat begint eigenlijk al bij mijn jeugd. Toen ik heel klein was, had ik een hele leuke buurman. Die werkte voor de plantengeneeskundige dienst in Boskoop. Boskoop is echt een tuinderstad. Dus ja, dat is wel een groene omgeving, geloof ik. Dat is al een hele groene omgeving. En als je dan eens meegaat met iemand die van natuur houdt en alles uitlegt, en dan raak je geïnteresseerd in wat er is. En buiten dat sowieso altijd. Bomen zijn gewoon mooi om te zien natuurlijk, het leeft. John vertelde al, jullie hebben je wat opgetrokken aan Bomenridders Rotterdam. Is Bomenridders überhaupt, is het een landelijke beweging of is Rotterdam de eerste die ermee begonnen is? Hoe zit dat in elkaar? Er zitten in een aantal plaatsen hebben mensen Bomenridders opgericht. Die hebben geen formele relatie met elkaar. Behalve dan wij nu met de Rotterdammers hebben we net recent met hun afgesproken. Maar dat zijn verder onafhankelijke organisaties. Wij wilden alleen de naam Bomenridders niet zomaar gebruiken.
zonder daarin eerst de Rotterdammers die al 15, 20 jaar op dit gebied actief zijn, in te betrekken. En nou ja, zij vonden het ook heel mooi dat er een initiatief in Dordrecht kwam. Ja, en nou spraken we net Ivo Schrouwen al over energiearmoede en die noemde de vogelbuurt als voorbeeld waar toch ook nogal wat hittestress voorkomt en weinig bomen zijn. Dat is één voorbeeld. Ik neem aan dat jullie wel meer voorbeelden hebben dan alleen die buurt. Ja, in Crispijn, in Wielwijk en in Krabbenhof, daar staan wel bomen. Maar er zijn ook heel wat plekken die inderdaad in de zomer in de volle zon staan. En dan kansloos zijn dat je daar nog fatsoenlijk kan wonen in die flats. Mm-hmm. Maar het gaat ons niet specifiek, nu nog niet althans, specifiek over bepaalde buurten. Zover zijn we nog niet, joh. We zijn net begonnen. Ja. We zijn natuurlijk wel op de hoogte van het feit dat er ook andere mensen zich druk maken over de bomen in de stad. Ik verwijs maar alleen hier vlakbij, bij het Wantij, mm-hmm. waar de Stichting Wantij heel goed werk heeft gedaan in het proberen zoveel mogelijk van de bomen langs het Wantij te laten overleven. En dat is ook een groene as de stad in, gecombineerd met blauw. Ja. Ideaal om inderdaad hittestress in de stad tegen te gaan. Ja, nou las ik ook van de week nog weer een brief van inderdaad die stichting Het Wantij die je al noemde, dat ze nog steeds grote zorgen hebben bij de ontwikkelingen hier, bij de monding van het Wantij. En wat er allemaal verdwijnt aan voorzieningen en aan biotoop en biodiversiteit in deze omgeving. Ik denk dan stadswerven vereist hier. Gloednieuwe, niet heel goedkope wijk. Die toch ook niet uitblinkt in het plaatsen van groen. Ik heb hier nog weinig bomen gezien inderdaad, in deze omgeving. Nou stonden die hier natuurlijk toen hier industrie was ook niet echt. Dit was natuurlijk de kans. En dan duurt het misschien wel 20 jaar voordat die boom groot genoeg is om er ook echt schaduwwerking van te hebben. Maar als je hem niet nu plant, dan haal je dat probleem zelf naar je toe. Ja. En we hebben natuurlijk geen contacten hier in deze buurt om ervoor te zorgen dat mensen dat zelf gaan doen. Want dat is natuurlijk het mooiste. Als mensen zelf het belang inzien van een boom in hun directe omgeving, dan zijn ze ook veel eerder geneigd om hem te planten, maar ook om hem fatsoenlijk te verzorgen, om ervoor te zorgen dat hij voldoende ruimte heeft. Een boom groeit alleen maar tot een serieuze, grote, volwassen, mooie boom uit als hij de kans krijgt om te groeien, mm-hmm. als hij de ruimte heeft, als hij in het zonnetje staat, letterlijk. Ja. Ja, en Willem, dan zag ik dat krantartikel, volgens mij 4 mensen die in ieder geval op de foto stonden. Ja. Wat hebben jullie met z'n vieren afgesproken, wat jullie gaan doen in, zeg maar in 2021? Ik bedoel, waar ligt de focus het eerst op? We zijn inderdaad net begonnen, dus we zijn ook echt in een fase dat we nog een beetje aan het zoeken zijn wat precies de doelen zijn. We streven ernaar natuurlijk dat er, wat we al zeiden ook, 100.000 bomen bijkomen. En snel ook eigenlijk. Ja. Het is echt van belang dat er echt meer bomen komen. Ja, die 1.000 bomen erbij, bedoelde dan 100.000. 100.000. Wow. Dan denk ik even terug aan wat de gemeente met veel bombarie zou ik bijna zeggen, promoten dat er wel 800 bomen bij zouden komen in het kader van 800 jaar stad. We hebben al gememoreerd, de gemeente heeft een award als het gaat om dit onderwerp. Ze hebben al in een telefoon gehangen bij jullie? Nee. We willen ook heel graag samenwerken met de gemeente. En ik denk ook dat de gemeente het heel goed bedoelt en heel groen bezig wil zijn. Maar wij zien dus, wat John ook al zei, in de praktijk zie je toch dingen gebeuren dat je denkt van alsjeblieft, laat die boom staan. De boom aan de Sluisweg bijvoorbeeld, die neergehaald is door een projectontwikkelaar pas, waar heel veel mensen tegen waren. Ja. Het was een 100-jarige moerassiepres. Er staat nog een sequoia in de binnenstad die ook om moet gaan. Dat is weer iemand die boom uit zijn tuin wil hebben, omdat ze denken dat het gevaarlijk is voor wortelopdruk en de fundamenten en zo. Dat is allemaal volgens mij niet echt waar.
Mm-hmm. Je kunt gewoon die monumentale bomen die kun je gewoon laten staan. Ja, nou zijn dit twee individuele voorbeelden uit de binnenstad. Maar je hoeft de krant maar open te slaan of je komt nieuws tegen over kapvergunningen en dingen die aan het gebeuren zijn. Bij de Zeedijk gaat een hele rits bomen om. Ja, recent iets gelezen over 34 platanen die ergens om moeten, omdat het verplaatsen of het behoud dan ook weer heel veel geld kost. Het lijkt wel dat bomen in ieder geval door de lokale politiek of door het stadsbestuur worden gezien als heel makkelijk vervangbaar. Ja, dat vrezen wij ook. Ja. Of dat ook echt zo is, ik denk dat ze wel degelijk geïnteresseerd zijn in het behoud van bomen, alleen dat ze onvoldoende creatief zijn, en daar willen we de gemeente graag bij helpen, mm-hmm. om te bedenken hoe je die woningbouwopgave kunt invullen zonder al die bomen eerst weg te halen. Kijk, een boom die er één keer staat, het feit dat wij alle vier echt de jongste mensen niet meer zijn, vinden we eerder een punt van kracht van ons gezelschap. Dan dat we zoiets hebben van ja, oude lui die moeten zich niet meer bemoeien met wat er in de stad gebeurt. Wij zien het verschil tussen een boom die er staat, waar we van kunnen genieten, die zijn bijdrage levert aan het leefbaar houden van de stad, versus een sprietje wat er net neergezet is, waarvan die wij als volwassen mannen nooit meer in volle glorie in de stad zullen zien staan. Ja. Dat gevoel zullen jongere mensen duidelijk minder hebben, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar juist vanuit die ervaring en vanuit dat perspectief voor de toekomst hebben we het idee dat wij echt een bijdrage kunnen leveren aan, aan het vergroenen van Dordrecht. Ja, nou herinner ik mezelf toen ik pas in Dordrecht woonde dat bijvoorbeeld het Groothoofd prachtige monumentale bomen had. Volgens mij behoorlijk fors en dingen die er al jarenlang stonden. Ik verbaasde me er toen over dat die weg moesten en daar kwamen. Ik heb er nog een stukje over geschreven toen, Ile Iepen voor in de plaats. Dat is één voorbeeld. Op de Boomstraat is laatst weer een gigantische boom verdwenen. De gemeente belooft inderdaad altijd. Ik bedoel, iedere boom die we kappen, er komt er één voor terug. Maar dan klopt dat verhaal weer van, je haalt een hele grote boom om en je zet een klein boompje op een andere plek terug. Ja. Dat zou dan moeten veranderen. Hoe gaan jullie die creativiteit die daarvoor nodig is, ook planologisch, ook bij projectontwikkelaars, jij noemde het voorbeeld van de Sluisweg, hoe ga je dat bij die mensen tussen de oren krijgen? We proberen onze invloed via sociale media en zoals nu kunnen we ons zegje ook doen natuurlijk naar buiten brengen. En mensen bewust maken gewoon van het belang van bomen. Hoe moeilijk ze het ook hebben, want er was van de week een documentaire over de droogte van de afgelopen jaren die de bomenstand ontzettend terugbrengt en de grondwaterdaling, daardoor gaan bomen dood, hele bossen sterven in feite, de bomenziektes, noem maar op, kastanjebloedersziekte bijvoorbeeld, waardoor heel veel bomen hier ook in Dordrecht om moeten gewoon. Ja. Dus het is echt van belang om mensen duidelijk te maken dat die bomen echt van levensbelang zijn. En als we geen bomen meer hebben, dan kunnen wij het zelf ook wel op onze buik schrijven. Ze zijn voor onze gezondheid van heel erg wezenlijk belang. Ja. John Willem noemde ook al even het grondwaterstand. Ik ken jou als iemand die zich ook heel erg heeft ingezet in waterschappen. Mm-hmm. Die grondwaterstand en waterschappen, wat kunnen die bijdragen om zeg maar de gezondheid van milieu en bomen te vergroten? Nou ja, de invloed op de stand van het grondwater van het waterschap is ingewikkeld, laat ik het zo zeggen. Het is niet zeker dat je, zeker als het om het eiland van Dordrecht gaat, je de waterstand voldoende kunt beïnvloeden om ervoor te zorgen dat de bomen niet verdrogen. Maar wat het waterschap wel degelijk kan doen, is ervoor zorgen dat hun regeltjes ten aanzien van bomen op dijken er niet toe leiden dat in de praktijk alle bomen van die dijken zouden moeten verdwijnen. Niet alleen van de
primaire waterkeringen, maar ook nog eens van alle slaperdijken. Nou, Dordrecht stikt van de slaperdijken. Dat wil zeggen dijken die geen directe waterkerende functie hebben. Mm-hmm. En de neiging om die bomen dan te gaan kappen, die is helaas nogal stevig. Uiteraard, iedere boom gaat op enig moment dood, net zoals wij zelf als mensen. Ja. Maar vervang ze dan door volwassen exemplaren, die zijn in kwekerijen te krijgen. En zorg ervoor dat, juist vanwege de ziektes die Willem zojuist aanstipte, dat je soorten om en om plant. We hebben de neiging om een hele straat dezelfde soort bomen neer te zetten. Als dat dan iepen zijn en ze krijgen iepenziekte, dan binnen de kortste keer vallen ze allemaal om. Ja, terwijl als je ze om en om had gedaan met essen of met andere soorten, met inheemse soorten, dan heb je dat probleem veel minder groot. Ja, en die variatiebomen, die snap ik. Ik bedoel, dan denk ik van, dan zou je wellicht toch moeten gaan richten inderdaad op alle Dordtse inwoners en hen verleiden om ook op hun eigen grond en in hun tuin een boom te plaatsen en die variatie te gaan bereiken. Hebben jullie al nagedacht als boombereders over een plan om bewoners daarbij te helpen, te ondersteunen om dat mogelijk te maken? Want wat ik nog steeds heel veel zie is, jeetje, we hebben grond achter of voor ons huis, we betegelen het. Nou ja, daar hebben we nog geen plan voor. Want zoals Willem ook nog eens benadrukte, we zijn net begonnen, joh. Ja. Maar het is inderdaad wel een van de speerpunten, denk ik, die we gaan kiezen. Ervoor te zorgen dat mensen zich realiseren wat ze zelf aan voordeel hebben van het hebben van een boom in hun tuin. En niet om ze belerend te vertellen van, jij moet en zal een boom in je tuin hebben. Maar meer van, joh, stel je voor dat je een boom in je tuin had. Wat voor voordeel heb je daar dan van? Nou, X, Y en Z. Mm-hmm. Dat kunnen we best benoemen. Ik zie ook wel gebeuren dat wij mensen die dat ook doen, ook gewoon in het zonnetje gaan zetten. We proberen vooral om een positieve kracht te zijn, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen bij de gemeente, bij het waterschap, maar ook bij de inwoners zelf, het belang inzien van dat wij willen we ook in de toekomst onze kinderen een leefbare stad willen hebben. Dat er dan echt heel veel bomen bij moeten en dat we heel voorzichtig moeten zijn met het kappen van bomen. Ja, daarin lijkt mij ook een rol weggelegd voor de gemeente. Ik weet een paar jaar geleden was er een plan dat er geveltuintjes moesten komen. Dan kon je een paar stoeptegels tegen je huis weghalen en dan kreeg je plantjes van de gemeente. Zou deze awarddragende gemeente nu een plan moeten ontwikkelen om mensen het makkelijker te maken om ook een boom aan te schaffen Door bijvoorbeeld en te plaatsen? Door die bomen ter beschikking te stellen. Niet alleen die 800 waar we nu met 800 jaar mee te maken hebben. Maar wat zou ons tegenhouden, meneer Stam? Hoe kun je zo'n naam hebben en dan toch nog bomen willen kappen? Sorry, dat grapjes over namen moet je natuurlijk niet maken, maar toch, ik doe het toch even. Als die zich nou eens voor zou nemen volgend jaar niet 800, maar 8000 bomen te planten. Het kan hoor, de plek is er in Dordrecht. We zijn niet zo'n volledig versteende stad. Mm-hmm. Alleen we moeten het wel willen. Ja, we moeten het wel willen. We doen aan verdichting en aan verstedelijking wat dat betreft. We noemden al stadswerven waar ook weinig bomen staan. Moeten projectontwikkelaars, plannenmakers ook veel meer rekening houden dat ze in nieuwe situaties ook dat groen een belangrijkere, centralere plek in alle plannen aangeven? Ik denk dat de verkoopbaarheid van nieuwbouwprojecten mede wordt bepaald in de toekomst door de hoeveelheid groen die eromheen is. Hmm. Dus dat de projectontwikkelaars die dat misschien nu nog uit een soort routine allemaal maar weghalen, want dat is zo onhandig bij het bouwen. Ja. Dat die zelf in de gaten hebben dat als ze daar die grote volwassen bomen laten staan, dat de huizen daarna veel sneller verkopen, omdat mensen dat hartstikke mooi vinden. Ja. Dus het is gewoon eigen belang. En nou denk ik stiekem bij projectontwikkelaars, die proberen altijd voor een dubbeltje op de eerste rang te zetten. Ik kende de woningbouw ambities waarbij er subsidie was als je zonne-energie toevoegt aan een woning. En dan kreeg je van die woningen die gebouwd werden met één zonnepaneeltje.
Gaan we dat dan straks ook met bomen krijgen? Van oké, we kunnen er subsidie krijgen, dus we zetten één sprietje neer? Ja, och, ik mag hopen van niet. Ik mag hopen dat ze het inderdaad internaliseren. Dat ze zelf ook van mening zijn dat, ze, dat de toekomstige woonomgeving daar veel beter van wordt. En niet van sprietjes, maar van serieuze bomen. We gaan gewoon proberen of we ze daartoe kunnen verleiden. Ja, en je grijpt morgen de telefoon om te zorgen dat je begin 2021 met de gemeente aan tafel zit. Of? Dat gaan we proberen, yes. Ik ga jou heel veel succes wensen. Willem was net al mee weggelopen naar de hal. Ik geef jou ook voor hem een boekje mee voor, van onze volgende gast. Top. Normaal van Arie de Bruin. Ik hoop dat je daar een paar leuke gedichten in vindt. Heel erg bedankt voor je komst naar Weekend Magazine. En succes met alles wat de Bomenridders in Dordrecht nog gaan doen. Dankjewel. En aangeschoven is inmiddels welkom, Arie. Dankjewel. Arie de Bruin. Ik geef de hele ochtend aan mijn gasten jouw boekje weg. Ik dacht, ik doe een kerstcadeautje in deze laatste uitzending van Weekend Magazine. Het boekje Normaal is alweer een tijdje geleden verschenen. Dat ging rondom corona in de, eerste golf. De eerste golf, ja. Dus dit is uiterst actueel opnieuw. Ja, ja en inmiddels zitten we in de tweede golf. Nou weet ik dat jij nog steeds met enige regelmaat een gedicht aan jouw doelgroep verstuurt. Ja. Via de mail. Ik bedoel, ik ontvang hem ook steeds braaf in mijn mailbox. Wat maakt dat je op die manier met gedichten bezig bent en het graag verspreidt? Ja, nou ja, iedere actualiteit vraagt bij mij om gedichten. Maar deze tijd is natuurlijk wel heel bijzonder. Dus, en ja, bij mij schieten dan ter plekke, bij wijze van spreken, zinnen en trefwoorden te binnen waar ik een gedicht van kan maken in die coronatijd. En ik ben ermee begonnen om mensen in het onderwijs, waar ik heel veel connecties heb, mm-hmm. Om die op de een of andere manier te ondersteunen, maar ook het geheel wat te relativeren, ja. Ook dat. Ja. Ook de grappige of humoristische kant soms van dingen te laten zien. Maar ik merk wel dat daardoor, ik verspreid het via een netwerk en ook op LinkedIn. Maar ik merk dat daar heel veel reacties op komen. Dat mensen dat gewoon ontzettend leuk vinden. Ja. En op scholen hangen ze het in de personeelskamer, hangen ze zo'n gedicht. En dat relativeert de situatie weer. Ja, je bent een onderwijsman in hart en nieren. Daar kennen wij elkaar ook van. Daar hebben we ook al een keer in een uitzending over gesproken. Het onderwijs zit nu weer helemaal op slot. Dat lijkt me een hele moeilijke fase voor die mensen ook. Ja absoluut. Ja. Ja, dus, ja, want men, ja, eigenlijk was er dus toch wel een soort verwachting. Oké, het is zeker het basisonderwijs, we roeien met de riemen die we hebben, maar we kunnen doorgaan. Ja. En dat ligt nu ineens ook weer plat. Ja. En dat is toch wel heel spannend, van hoe gaan we dat straks na de kerstvakantie doen. Ja, en de argumentatie was ook wel curieus, hè? Want als je de basisschool sluit, dan zijn die kinderen thuis en dan kunnen die ouders niet uitwerken. Ja, ik vond die van Jette wel heel mooi, een soort enkelband, kinderen als enkelband gebruiken. Hè? Ja, dus, ja. Oké. Nou heb jij in jouw boekje een samenwerking gezocht met een tekenaar die we verder tegenkomen. Ja. Hoe is die samenwerking destijds tot stand gekomen? Ja, Len Munnik is trouwens ook een Dordtenaar. Hè? Hij woont ook in Dordt. En ik ken hem al heel lang. Wij zijn eigenlijk vrienden. En we hebben al vaker dingen samen gepubliceerd. En toen ik mijn eerste gedichten zo rondstrooide, ter plekke maakte hij er een tekeningetje van. En op een gegeven moment werd het idee geboren om er een boekje van te maken. En ook om dat boekje, de opbrengsten van dat boekje ten goede te laten komen aan de stichting Edukans. Edukans is een onderwijsontwikkelingorganisatie, ja. Maar ja, de lockdown heeft niet alleen in Nederland, maar ook in heel veel andere landen in de wereld behoorlijk groot effect. En in Afrika, waar Edukans met name ook werkt,
Er zijn talloze scholen gesloten en die kinderen, daar is geen enkele opvang voor. Ja. Nou heeft Edukans met een aantal lokale organisaties een plan bedacht om radio-uitzendingen voor kinderen te verzorgen. Dus in plaats van digitale lessen worden de radio-uitzendingen... Een soort educatieve programma's op de radio. Ja, inderdaad. En daar is de opbrengst hiervan, wordt het daar ook aan besteed. Ja, nou, dat is grappig. We begonnen de uitzending al met Bamenda en de opbrengst voor Bamenda. Waar ook corona impact heeft en waar geen sociaal vangnet bestaat. Nee, waar het echt zwaarder is. Edukans zet zich al jaren in voor Afrika. Heel mooi dat het boekje dat dan ook steunt. Ik heb begrepen dat vanuit het boekje er inmiddels ook een expositie is in het stadskantoor. Nou is het stadskantoor wel gewoon open, dus daar kunnen mensen naar binnen. Kunnen ze ook een blik werpen op die expositie. Wat gaan mensen daar zien? Nou, we hebben dit idee opgevat eigenlijk in samenwerking met het Onderwijsmuseum, want in eerste instantie was het de bedoeling om een expositie in het Onderwijsmuseum te organiseren. Ja, dat zit dicht. Ja, dat zit heel dicht op elkaar natuurlijk. Maar ja, dat zit nu dicht inderdaad. En vandaar dat het idee kwam, waar het Onderwijsmuseum een mooi bruggetje heeft geslagen, om dan die tentoonstelling in het stadskantoor op te hangen. En dat zijn eigenlijk gewoon een x-aantal pagina's uit dit boek vergroot. Mm-hmm. En met wat informatie over het waarom en het hoe. En that's it. Dus dan zie je daar een paar tekeningen, een paar gedichten. En we hopen dat mensen, als ze daar eens even gaan kijken en zo'n gedicht lezen, hetzelfde effect heeft. Het gaat allemaal over de coronaperiode en wat voor impact heeft dat op mensen. En met name in het onderwijs, maar ik heb ook wel een aantal gedichten in dit boekje. Ja, die niet specifiek op onderwijs gericht zijn, maar gewoon, wat voor effect heeft het op onze samenleving? En nou ben je na dit boekje ook gewoon gaan doorschrijven, dus er zijn nieuwe gedichten. Is er ook weer een plan voor, ik ga nog een keer zo'n boekje uitgeven om Edukans te steunen? Ja, dat zou heel goed kunnen, want je hebt geen idee hoe lang die coronatijd nog duurt en wat voor effecten dat het al heeft. We gaan vanaf 8 januari vaccineren. Dat schijnt eventueel een derde golf te voorkomen, maar volgens mij wordt het wel diep in het voorjaar 2021 voordat er iets is van de titel van jouw boekje, dat normaal. Dat nieuwe normaal, hè? Ja. Dat zou heel goed kunnen, want inmiddels hebben we drie drukken van dit boekje uitgegeven. En die derde druk, die is ook alweer voor 3/4 verkocht. Dus mm-hmm. Op een gegeven moment, dan is de markt ook wel een klein beetje verzadigd. Over wat voor oplages hebben we het dan? Hoeveel? In totaal zijn er nu 6.000 exemplaren verkocht. Nou, dat is toch een heel behoorlijk aantal. Ja. En het spreidingsgebied is gewoon echt heel Nederland, of is het een Dordts feestje? Nee, het is echt heel Nederland. Ja. En we hadden zelfs nog bestellingen uit België, dus dat is ook nog wel weer leuk om te werken. Maar het zijn met name ook scholen en schoolbesturen die dit soort boekjes aanschaffen. Ja, en dan geven ze het cadeau aan het personeel. Het is bijvoorbeeld een heel leuk kerstattentie natuurlijk op dit moment voor het onderwijs en het personeel. Oké. Nou heb ik jou gevraagd van... zoeken ze gedichten uit om ook voor te lezen. Ja. Dan krijgen onze kijkers, luisteraars ook mee wat er in het boekje staat. Heb je een leuk gedicht uit? Ja, er zijn er verschillende. Ik heb het trouwens ook nog meegenomen die ik net geschreven heb. Maar dat, ik weet niet of daar nog tijd voor is. We gaan eens even kijken hoe ver we komen. Ja. Maar een heel actueel zaak in op dit moment ook, maar tijdens de coronatijd ook, is lopen kinderen nou achterstanden op of niet? In die periode. Ja, en het is maar hoe je het begrip achterstand natuurlijk definieert. Maar daar maakte ik het volgende gedicht over. Als je gewoon bent blijven groeien toen je niet op school mocht zijn, hoe kan je dan achterlopen? Achter wat en achter welke lijn? Je hebt vreselijk veel geleerd, allemaal op eigen kracht. En je deed thuis heus niet altijd wat er van jou werd verwacht. Je hebt op de stoep getekend, je hebt gepuzzeld en gespeeld. Het aantal uren uitgerekend dat je je niet hebt verveeld. En je weet nu dat de wereld morgen ook weer anders kan. Dat je met wat minder drukte heel gelukkig leven kan.
ook al heb je flink gebikkeld, ook al deed je goed je best, al heb je je snel ontwikkeld, maar je loopt achter op de test. Ja, ja, dat is een hele leuke kwinkslag in die laatste regel ja. Ook. Ik bedoel, want we testen ons suf in dat onderwijs, ja, denk ik wel eens. Dat achterlopen, dat wordt natuurlijk afgemeten aan een standaardtest. Ja. Maar en we vergeten dat een kind op alle mogelijke andere terreinen waarschijnlijk zich ook heel sterk ontwikkeld heeft in die periode. Alleen, ja. dat meten we allemaal niet. Je kunt natuurlijk in je dagelijkse omgeving doe je de hele dag door leerervaringen op. Ja. 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 Zullen we ook nog een nieuwe, van niet in het boekje, maar wel recent verschenen, doen dan? Die zullen we dan nog even doen. Even kijken hoor. Deze heb ik van de week geschreven om mensen een happy new year te wensen. Dat is heel toepasselijk in deze tijd. Heel toepasselijk. Gouden kerstboom af gaan tuigen, want alles valt vandaag in duigen. Dat was dus maandag, hè? Nog een kleintje kerst op dinsdag, meer zit er niet in dit jaar. We zijn met dat vreemde virus voorlopig nog niet klaar. Iedereen heeft wel een mening of het wel zo handig is en wat nou toch verstandig is. Straks 2 weken zonder vuurwerk en een lege kerstnachtkerk. Black Friday mocht wel doorgaan, dat geloof was wel te koop. Maar Maria kan wel wachten, het vaccin biedt misschien hoop. Wij leren deze dagen toch verschrikkelijk veel om te leven met wat vragen, met een virus op het toneel, bij het kerstfeest van het leven. Leven met onzekerheid van getallen, statistieken en geloof in kwantiteit. Wat onhandig zijn we zoekend op de weg naar kwaliteit. We verlangen naar de liefde en het leven met elkaar. En we zoomen met z'n allen naar het happy new year. Prachtig, dankjewel. Dat was nog een recente. Als er nou mensen zijn die denken dat boekje normaal, ik wil het hebben. Is het nog te kopen? Waar vinden ze het? Ja, het boekhandels zijn ook gesloten op dit moment. Maar alle digitale boekhandels, daar kan het sowieso besteld worden. Ja. Dat je even googelt. Het nieuwe normaal, Arie de Bruin of Len Munnik bij googelen. En dan verschijnen er direct een x-aantal. Ja, nou ja, ik hoop heel erg mensen er nog aanschaffen. Dat mensen, als ze in dat stadskantoor komen, toch even gaan kijken. Want ook de tekeningen in het boekje, ze zijn gewoon ongelooflijk leuk. Ik heb een aantal mensen ook het boekje cadeau gedaan. Die zeiden van, ja, we waren ook al lang fan van die tekenaar. Arie, dankjewel dat je het nog even hebt willen komen toelichten. Kijkers, luisteraars, dit was de laatste Weekend Magazine van 2020. Ik wens iedereen heel erg fijne kerstdagen toe. Toch een hele mooie jaarwisseling, al is het misschien met weinig mensen om u heen. Alle goeds voor 2021 en dat we elkaar maar weer vaker en spontaner en beter kunnen ontmoeten in de loop van dat jaar. Uit mijn hoofd gezegd, 8 januari zijn wij weer terug met Weekend Magazine. Tot ziens!